Roodje. Pomme. Zo. Ja. Nou, in het kader van het mag niks kosten. Zo. Gaan we een goede koop aan de slag. Ja, hier. Het is goed. Wat hebben we hier? Dit is tortellini ricotta e spinazzi. Dat is dus iets goeds voor de halen. Dat moet. Dat moet iets mee. Dat is de zijn van deze dingetjes. Ja, zo. Kun je zien? Ja. Dat. Zo? Ja. Nou, dat moet dan dus in dat kokende water. Het water heb ik alvast opgewarmd in de waterkoker. En wat doen we daarbij? Dat hoeft niet per se, maar ik doe er deeg bij. Er staat hier al 3 jaar. Het is al 2 jaar over datum. Gehakt bolognese, 100% rundvlees. En daar dan 21% van. Dus dat doen we ook ergens bij. Wat er over is, gaat gewoon de diepvries in. Achtergezet. Hopla! En om er nog iets van gezondheid aan toe te voegen. Dit. Tomaatjes. Ja. Oké. Goed. Zo terug. Dit is 250 gram. Ja. Toevoegen met een stukje zout. Dan kook het water. Het water komt. Stukje zout. Dat is een klein snufje. Ik heb grotere snufjes. En die heb ik bijvoorbeeld hier. Zo. Hey. Zo. Oeh. Veel te veel. Dat kan je druk. Hopla, stukje zout. En dan tot er hier. En dat dan 15 minuten. 15 minuten. Hoppa. Gaat ie. Daar. Blijf roeren. Serveren met de saus naar keuze. Want dat blik met gehakt bolognese heb ik dus net opengemaakt. Hoppa. Zo. Heel fijn. Die zetten we. Oh, die. Oké, zetten we ook die. Zo. En zoals gezegd, voor de gezondheid, 2 tomaatjes. Goed, kom ik dadelijk met jou. Waarom noem. Hallo. Waarom. Oh, hij spettert. Waarom noem ik dit het mag niks kosten? Nou, omdat ik dus niet meer weet wat het gekost heeft. Kijk, die bolognese. Gaat bolognese. Die was dus al sinds 2010 over datum. Ik heb geen flauw idee wat hier die gehakt. Nee, het is geen gehakt. Die spinazie dingetjes, slakjes. Beestjes, rondjes hebben gekost, weet ik al niet meer. Man, dat spettert hier. Tomaten had ik sowieso al. Die had ik in een omelet willen doen, maar dat is niet gebeurd. Dus dat kost eigenlijk ook niks, anders had ik ze weggegooid, weet je. Kaas, bedacht ik me net, ik kan er wel geraspte kaas overheen doen. Alleen heb ik geen geraspte kaas, ik heb wel kaas. En die kaas was geldig tot 22 oktober vorig jaar. Dus dat kost eigenlijk ook niks. Dus je zou kunnen zeggen, ik heb het allemaal gratis. Als ik het niet had gebruikt, had ik ze ploffen open, wacht. Anders had ik het niet gebruikt.
En nu gebruik ik het wel, dus eigenlijk is het gratis. Nou, goed, dat is ook een manier van denken. Ja. Ik kom zo. Graspen. Dat moet toch niet al te moeilijk zijn. Hé, mag dit. Oké, Rana. Zo ben ik. Heb ik dat goed? Wel, dat werkt best wel. Hey. Dat gaat prima heen. Zo. Je hoeft geen keukenprinsesje te zijn om kaas te raspen. Dankzij de moderne techniek kom je als onnozele Hans ook een heel eind. Ja, zo. Oké. Gaat goed, hè? Ha. Zo terug. Die spettert dus als de barst. Rekening mee houden, dat is allemaal. Dat vliegt allemaal. Het is klaar. Ja, zo, dat is die. Dat spaghetti stroom, wat is dat? Tortellini, ja. Die is dus klaar. Ja. Afgieten. Bak ik sap, zo. Het water moet erop. Dat doen we zo. Zie je, het is best wel veel eigenlijk, omdat er het zakje was 250 gram. Daar kwam een half liter water bij. Dat zit dus nou dus allemaal in die. Dus ik vermoed dat dit best wel geschikt is voor 2 dagen. Zo. Wow. Nou goed, ik doe even een bordje. Kijk eens. Ja, zie je dat het is eigenlijk al voldoende. Zie je dat? Zeker als ik daar die bolognese bij doe. Niet te veel. Dus daar houden we ook weer flink wat van over. Moet je zien, ook zeker de helft. Oh, weer. Ik heb misschien maar 1/3 gebruikt van die bolognese. Tomaatjes tussendoor. Groenvoer, die waar. Zo. Nou, dan hebben we toch heel goedkoop weer een volwaardige maaltijd. Lijkt me zo. Dit kan in de koelkast of in de diepvries. Kaas voor de luxe. Hey. Even, hè? Hoe werkt dat? Zo. Nou, dat komt ook wel goed. Nou, een heel verantwoorde, goedkope maaltijd. Daar hoef je niet eens student voor te zijn. Even laten zien. Kijk eens even. Kun je het zien? Is dat lekker? Ik zal ook even een foto maken. Ja. Is goed te doen hoor. Maar goed. Het is geen top. Maar ja, het kost ook niks. Dus dat moet je niet zeiken.
Ja. Vries dat niks kostte. Is het heel aardig binnen te houden. Tot de volgende keer.